Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga een unboxing doen, want ik heb een hele grote bestelling geplaatst bij Camera Express. Ik wilde mezelf namelijk een mooi cadeautje doen. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik wil komend jaar meer doen met YouTube. Ik wil meer video's maken, betere video's. Ik wil ook voor mijn bedrijf mijn Lovely Notebook video's gaan maken. Dus ik dacht, het is hoog tijd voor een upgrade van mijn camera. Ik vlog nu en ik film nu met de camera Canon G7X Mark II. En dat is echt een top vlogcamera. Ik ben er zo blij mee geweest. Eigenlijk nog steeds natuurlijk. Maar het is echt een hele, echt een prima camera. Alles zit erop en eraan. Je kan het makkelijk in je tas stoppen. Je kan makkelijk overal mee naartoe nemen. Maar ik merkte toch op een gegeven moment dat ik toch een betere kwaliteit wil. Ook als ik productvideo's maak. Dat ik gewoon net eventjes een upgrade wil. Dus vandaar dat ik mezelf dus dit cadeau heb gedaan. En dat ga ik nu openmaken. Ik heb heel eventjes al gespiekt. Want ik heb een camera besteld en die zou eigenlijk pas half januari leverbaar zijn. Het is nu 2 januari en hij is bezorgd al. Dus daarom, ik moest even spieken of die er wel in zat. En dat is dus het geval. Ik heb gekozen voor de Canon EOS M50. En daar heb ik heel erg lang over nagedacht en heel veel research gedaan. Want dit is best een veel gebruikte camera. Het is wel een camera uit 2018. Maar hij is echt mega populair. Als je dus video's kijkt of vlogs kijkt van Amerikaanse YouTubers. Iedereen gebruikt die M50. Ik heb heel erg getwijfeld over de XP. En dat is ook een systeemcamera waarbij de sensor wat groter is. Dus de lichtinval is ook groter. Maar de prijs is ook 2 keer zo duur. Dus ik dacht van ja, nou, ik denk dat die M50 al gewoon al een hele mooie upgrade is voor mijn YouTube kanaal. Dus ik heb nog meer besteld dan alleen de M50. Maar ik ga deze doos dus openmaken. Ik ga jullie laten zien wat er allemaal in zit. Ik heb trouwens gekozen voor Camera Express. Omdat zij alles hadden wat ik wilde bestellen. Dus ik had mijn hele mandje daar gevuld met alles wat ik wilde aan gear en equipment. Want ik had geen zin om het overal bij verschillende bedrijven te gaan bestellen. Dus vandaar dat ik ook dus voor Camera Express heb gekozen. En daarnaast heb ik ze dus ook 2 keer gebeld. Omdat ik vragen had over, omdat ik twijfelde tussen de 2 camera's. En ik heb echt onwijs goed advies gekregen. Dus ik ben heel erg tevreden over hun service. Nou, dit zit er al in de doos. En dan heb ik hier nog een doos. Dus die ga ik straks openmaken. Er is ook nog een statief onderweg. Maar dat statief wordt wel echt later geleverd. Maar dat vind ik geen ramp. Oké. We beginnen natuurlijk met het belangrijkste uit deze doos. De Canon EOS M50. En deze camera, het is een systeemcamera. En het verschil met de Canon G7X Mark II is dat bij deze kun je lenzen wisselen. Dus je kan verschillende lenzen op je camera zetten. Waardoor je andere effecten krijgt. Of een breder beeld. Of nou ja, scherper. Ik heb niet zo heel veel verstand van. Maar ik, voor het onderzoek wat ik gedaan heb, is dit inderdaad een goede keuze. Ik ga straks natuurlijk ook jullie het resultaat laten zien. Maar ik wil eerst eventjes de camera laten zien. Hij zit goed ingepakt. Dit is hem. Waar ik aan moet wennen is dat deze niet het schermpje erboven heeft. Wat de G7X Mark II wel heeft. Maar deze zit aan de zijkant. En dus dat is eventjes wennen met vloggen, dat je dus dat die aan de zijkant zit. Maar de reden is dat hier een microfoon op kan. En dat is voor mij ook een van de redenen dat ik gekozen heb voor deze. Omdat ik een externe microfoon erop wilde voor nog betere audio. Hij is trouwens iets groter. Ik kan het verschil nu niet laten zien. Hij is niet super zwaar, de body. Maar hij is iets groter dan de Canon G7X. De RP was nog groter. En ietsje zwaarder. Dus vandaar dat ik echt voor deze heb gekozen. Omdat qua vloggen is dat natuurlijk wel het fijnst. Nou, verder zit hier opladers, een batterij en een camera koord in. Maar zo cool om je nek te hangen als je een toerist aan het uithangen bent, bijvoorbeeld. Nou, bij deze camera hoort een camera lens. Een 15x45 mm lens. En die zit dus in een apart doosje. Want zoals je zag, de body was alleen de body. En dus deze lens hoort op de camera. Nou, het zit allemaal wel lekker in plastic verpakt. Nou, het is helemaal niet zo'n hele grote. Want het voordeel is ook dat dan, hoe groter de lens is die op de camera zit, hoe zwaarder die ook wordt. Dus vandaar dat dit is echt wel een mooi maatje om erop te doen.
En ik heb er dus nog een extra lens bij besteld. In verband met vloggen is het juist heel fijn dat je beeld wat breder is. Dus dat je niet alleen maar mijn gezicht ziet, maar ook een beetje omgeving. En daardoor heb ik de 11-22 mm erbij besteld. En dat is eigenlijk een breedhoek of een groothoek lens. Hij is ook super goed ingepakt weer. Oh ja, die is zelfs iets groter en iets zwaarder dan de lens die erbij hoort. Hij is iets langer. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, wat ik heel fijn vind is als er een statief bij zit. En dan niet zo'n groot statief dat je hem neer kan zetten, maar gewoon zo'n kleine waarmee je ook hem vast kan houden als je aan het vloggen bent. En ik had ooit bij deze camera zo'n Yobi met die balletjes besteld, zo'n statief. En eigenlijk was deze camera veel te zwaar voor dat statief, dus die heb ik praktisch niet gebruikt. Dus ik dacht, nu ik deze nieuwe camera ga aanschaffen, ga ik ook meteen een nieuw statief erbij aanschaffen. En ik heb dus gekozen voor het Canon statief, waar dan ook knopjes op zitten. Dus als je die voor je neerzet, dan kun je ook een knopje indrukken om hem op te nemen. En dit is dus eentje die dicht, kan je hem vasthouden, maar je kan hem dus ook openmaken en dan is het een tripod. Voor de volledigheid, de code is HG1000TBR Tripod Grip. Nou, het is toch echt leuk allemaal. Een soort kerst inmiddels. Oké, er zitten ook allemaal wat losse onderdelen bij. En ik heb geen idee wat dat is. Maar ik laat eventjes de tripod zelf zien. Oeh. Oh, nu snap ik het. Die losse onderdelen. Kijk, dit is de tripod die je dus kan vasthouden. En die je zo kan neerzetten. En dan kun je dit dus allemaal bewegen en doen. Maar hier zie je een gat. En daarin kan je dus een soort afstandsbedieningje plaatsen waarmee je de knopjes doet. Maar die kun je dus ook, als ik wat verder weg zit van de camera, kan ik hem dus aan en uit doen. Dus dat is ook heel erg handig. Ik moet dit wel even op mijn gemak allemaal uitzoeken, al die losse items. Oh ja, kijk, hier is die afstandsbediening zelf. Ja, kijk, dus op de tripod zit dit. En die kun je dus ook gewoon in je hand houden als je dus vanaf een afstandje wil gaan filmen. Nou ja, kijk, zo ziet het eruit als die erin zit. Het enige nadeel aan al deze items is dat er overal boekjes en dingen bij zitten. En eigenlijk zou ik dat wel moeten lezen, maar het is niet iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Wat ik er ook meteen bij besteld heb, is een extra batterij. Deze batterij is van een merk dat heet Hanel. Maar ik vind het wel handig als ik dus aan het filmen ben, als ik een andere kan opladen, dat ik dan niet hoef te wachten voordat ik verder kan gaan. Dus het is niet van Canon zelf, maar deze was mij geadviseerd dat dat een prima alternatief was. Ik heb twee SD-kaartjes erbij van SanDisk, een 64 gig en een 128 gigabyte. Dat is trouwens extreem veel. Ik gebruik namelijk bij de Canon G7X nu 32 gig. En daar kan ik prima meerdere video's of meerdere vlogs mee opnemen. Als je veel timelapses maakt en zo, is het wel fijn dat je gewoon wat meer ruimte hebt. En dat je niet iets eraf hoeft te halen. Nou, dan heb ik nog één item hier. En dat is de Rode Video Micro. En dit is de externe microfoon voor deze camera. En het hele toffe is, er zit dus ook zo'n windapparaat op. Dus het is echt wel een vrij professionele microfoon. En ook heel erg betaalbaar, want ik vond hem niet heel erg duur. Ik denk dat hij rond de 40, 50 euro was of zo. Dus ik dacht, nou, dat vind ik niet veel geld. En dit is een heel goed merk qua microfoons. Ik heb vroeger bij televisie gewerkt. En dit merk wordt ook heel vaak gebruikt. Gewoon voor de zendertjes en de microfoons. Dus dit is echt een goed merk. Dat weet ik. Dus vandaar dat ik hiervoor gekozen heb. Nou, dit is hem dus. De microfoon. Hij zit dus nu op de, hoe heet dat ding eigenlijk? Muis, de poes. Ik weet niet, dit heeft een naam. Ik ben even vergeten hoe het heet. Nou, dit is de microfoon. En dit is dus voor de wind. Dat je dus niet de wind wappert in je, of geluid in je camera. En dan zet je hem hierin. En dan zit dus bovenop je camera. Met een kabeltje er nog aan. En dat is het fijn aan deze camera, dat hij een input heeft voor een externe microfoon. Dus waarmee je het geluid eigenlijk kan verbeteren. Dus die. En wat ik eigenlijk, waar ik totaal niet voor ging, maar wat wel heel erg leuk is, is dat er allemaal acties waren bij Camera Express. Dus ik heb heel veel online cursussen erbij gekregen over studiofotografie, landschapfotografie, noem maar op. En er is ook een televisieprogramma wat ik totaal niet gekeken heb. Maar dat heet Het Perfecte Plaatje. Ja, ik heb het zelf nooit gezien, maar die gebruiken dus ook volgens mij in Canon. En dan, er zit dus een
giftbox iets bij. Ik heb geen idee wat dit precies is. En een gouden envelop. Ja. Ik ben benieuwd. Oh, nou, er zit weer een online academie iets bij. Een quick start training. Ga aan de slag met je nieuwe camera. Huurkorting, Provinet. Nou ja, in ieder geval, oh, dit is wel leuk. Er zitten dus allemaal flyers in. En er zit één flyer in, die vind ik wel heel erg leuk. Want dan kun je een gratis draagriem laten maken voor je nieuwe camera. Dus dat is wel iets wat ik denk ik ga doen. Verder, ja, al die cursussen, zou ik echt heel erg veel tijd moeten hebben om dat allemaal te gaan volgen. Het is wel super leuk dat je er allemaal bij krijgt. En ik heb nog iets besteld. En dat is deze doos. En die gaan we... Oh, jeetje mine. Oh mijn god. Ik dacht, ik koop zo'n leuke ring light waarmee je dus kan filmen. En dan dat je gezicht goed is uitgelicht. En zeker op dit soort dagen is super grauw. Ik zit nu echt bij het raam ook om zoveel mogelijk licht te vangen. Maar dat lukt dus niet altijd. Dus ik dacht, oh, dan koop ik zo'n ring light. Maar deze is echt absurd groot. Ik had gewoon verwacht dat het zo'n ding was die je vaak ziet bij mensen die ook Instagram en zo hebben. Daar live op gaan. Maar... Dit is hem. Hij is echt mega. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk wat voor licht hij geeft. Zal ik eens kijken of, dat, of ik dat meteen kan zien. Oh, zo. Oh, wauw. Zien jullie het? Als je dit goed plaatst. Interessant. Het is wel, je ziet wel echt dat het heel erg belicht is. Ik ben niet ontevreden, kan ik vertellen. Maar het is natuurlijk wel een beetje zo'n iets te... gelicht, uitgelicht gezicht. Oké, nou, dit is hem dus. wow, donker in één keer. Ik denk dat ik het wel heel professioneel heb aangepakt allemaal. Maar goed, dit is voor mijn volgende stap. Hè? Ik ga namelijk meer YouTube video's maken. Meer extra video's. Ik wil gewoon dat het geluid en het beeld gewoon goed is. En ja, soms moet je jezelf ook iets gunnen. Hè? Dus ik ga nu de camera uittesten. Ik denk dat ik eerst de batterij moet opladen. En dan laat ik jullie de beelden zien hoe dat eruit ziet met de nieuwe camera. Aan de slag. Ah, kijk. Weet je wat de eerste stap is? Het bevestigen van de riem aan de camera. Hey, hier ben ik weer. We zijn nu een week verder en ik ben inmiddels de M50 volop aan het testen. En ik ben er toch een partijtje blij mee. Ik zie zoveel verschil met het beeld van de Canon G7X Mark II. Dat is wat geliger, die heeft wat minder lichtinval, waardoor het toch wat korreliger is. En ik merk toch echt dat ik last heb met de kleur. En deze vind ik echt bright en crisp. Ik ben echt super blij met het resultaat. En zeker als ik dan ook de ringlamp erbij gebruik, die ik nu niet gebruik, maar ik gebruik nu gewoon daglicht. Dan ben ik echt heel erg tevreden over de kwaliteit. Ik film nu met de 1545mm lens. Dit is de standaard kit lens die bij deze camera zit. En die is echt ideaal als je camera op statief zet. Nu heb ik er ook een andere lens bij gekocht en dat is deze. En dit is de 1122mm en dit is een breedhoeklens. Die zal ik jullie nu ook eventjes laten zien, zodat jullie het verschil kunnen zien. Dus jullie zien nu tot met hier in de deur. En dan gaan we kijken hoe ver we nu komen met de nieuwe lens. Oké, zoals je kan zien heb ik dus nu de breedhoeklens erop zitten. En je ziet inderdaad veel meer van de kamer. Je ziet nu ook deze muur. Veel meer van het plafond. Dus deze is echt ook ideaal voor als je hem gebruikt voor vloggen. Zodat je wat breder beeld hebt. Ja, ik ben daar heel erg blij mee. En ik wil je nog meteen eventjes iets anders laten zien. Toen ik vorige week mijn camera binnenkreeg, miste er nog één ding. En dat was... het statief. En die zit echt in een mega grote doos. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Die ga ik dus nu even openmaken. Oké, echt een mega grote doos. En dit is wat erin zit. Ik heb een Rolei statief gekozen. En dat is van carbon gemaakt. Dus volgens mij is dat wat lichter, wat steviger materiaal. Hij zit dus ook in een mooie hoes. En dit is hem. Ik heb echt geen idee hoe deze werkt. Zo dus. Oh ja. Kijk, en die pootjes die kunnen dus helemaal zo. De reden dat ik dit statief heb gekozen is omdat hij dus super wendbaar is. Maar ook aan de onderkant, de camera, dat je die eigenlijk aan de onderkant van het statief kan plaatsen. Zodat ik bijvoorbeeld tijdens het filmen van notitieboeken voor mijn webshop My Lovely Notebook deze ook kan gebruiken. En dan hoef ik zelf de camera niet meer vast te houden. Kan die dus straks op mijn bureau staan met hier de camera eraan. Top.
Nou, ik weet niet of je het gemerkt hebt dat de geluidskwaliteit ook beter is. Ik vind het in ieder geval heel prettig om naar te luisteren. Er zit iets minder ruis in dan ik met mijn vorige camera had. Dus al met al, ik ben echt super blij met deze upgrade. Ik hoop dat je deze video interessant vond over de Canon EOS M50. En mijn ervaring daarmee, mocht je meer video's willen zien over bijvoorbeeld YouTube of over het beginnen van een webshop, dan kun je die op mijn kanaal vinden. En vergeet dan niet de rode knop om te abonneren in te drukken, zodat je geen video meer mist. Bedankt voor het kijken, doeg!